Welkom bij een nieuwe video van Bolstar. Vandaag gaan we namelijk quizzen om te zien of jullie wel naar onze vlogs kijken. Er zijn soms meer keuzevragen, soms ook niet. En je kan ze invullen onder de video. Moest de reactie niet aanstaan, dat kan natuurlijk altijd, dan mag je het gewoon op een papier schrijven. Dus je schrijft het gewoon op een papier op. En dan mag je dat ofwel mailen. Stuur je via Twitter, Facebook, Twitter, alles wat jullie hebben. Van kanalen, we zitten op heel veel dingen op, dus daar kan je ons altijd vinden. Vraag 1. Aan welk programma heb ik en mama meegedaan? Een tip, het heeft te maken met K3. Denk heel goed na, want dat kan jullie misschien wel een beetje helpen. Hebben jullie het opgeschreven? Goed. Dan gaan we naar de volgende vraag. De tweede vraag is een meer keuzevraag. Naar welke badplaats ga ik en mama elk jaar op reis? Behalve natuurlijk. Toen ze nog leefden natuurlijk. 1. Blankenbergen. 2. Oostende. 3. De Pannen. Of 4. Knokken. En ik denk wel dat deze heel vaak in de vlog is gekomen. Heb ik me ook heel vaak gezegd. Dus ik ben eens heel benieuwd of jullie dat weten. Hebben jullie het genoteerd? Ik ben benieuwd of jullie deze juist gaan hebben. Vraag 3. Hoe heet mijn petekindje? Dat is ook een meer keusvraag. 1. Kenny. 2. Sil. 3. En zo op 4 Peter. Dit is wat de makkelijkste vraag is die er ooit voorbij gezien hebben, denk ik. Vraag 4. Welk liedje is mama haar lievelingsliedje? 1. Udo, ik mis je zo. 2. K3, Kuma Hei. Of nummer 3, wat ook kan. Zien Thomas nooit meer alleen. Vraag 5. Hoe oud ben ik? Ik heb ook een paar keuzevragen gesteld. Ja. Dat is logisch. 1. Ik ben 29. 2. Ik ben 22. 3. Ik ben 24. Of ik ben 30. Daar ben ik wel eens benieuwd naar eigenlijk. Dan heb je vraag 6. Hier heb je geen meer keuzevragen omdat ik niet goed wist wat ik moest opschrijven. En ook omdat het veel gemakkelijker is als jullie uit jullie mond komen. Want dan weet ik of je die video gezien hebt. Welk werk deden mijn grootouders? Dan heb ik het over de ouders van mijn mama. Namelijk, want ik heb natuurlijk aan de andere kant ook grootouders. Iedereen heeft er 4. Dus de kant van mijn ouders. Dus welk werk deden mijn grootouders? En dat is ook in de vlog geweest voor mensen die dat hebben gemist. Ja, die kunnen het nog altijd opzoeken als ze dat willen. Maar ja, dat is een heel gedoe, denk ik dus. Er zijn geen meer keuzevragen in deze vraag. Waarom niet? Omdat ik denk dat het wel gemakkelijk gaat zijn of moeilijk. Dat weet ik niet. Goed. Even laten nadenken. Goed. 7. Hoe eten we op TikTok? 1. Kenny Sil Pollard. 2. Je hebt geen TikTok. 3. Bolstar officieel. Of 4. Sil Pollard. Dat is wel een hele ingewikkelde, denk ik. 8. Welk buitenlandse tv-gezicht staat mijn mama op de foto? 1. Buren. 2. Storm of Love. Of, nee, ze heeft nog niemand gezien. Of 4. Mogen mee dogeloos. Het is wel de persoon die
Dat is natuurlijk wel, natuurlijk, als je de vlog hebt gezien. Goed. Heb je alles genoteerd? Heb je goed nagedacht? Weet je de antwoorden of weet je de antwoorden niet? Ik zou nog even vragen om te abonneren. Natuurlijk is heel belangrijk, want wij gaan de quiz iedere keer doen op woensdag. Natuurlijk, dat is heel belangrijk, want deze quiz wordt opgenomen op woensdag op 20 mei 2020. Goed, ik ga jullie de antwoorden namelijk geven. Dus dat je dat ook kunt noteren. Vraag 1 was, aan welk programma hebben mama en ik meegedaan? De tip was, heeft te maken met K3. Dat was Superfans. En dat was eigenlijk heel leuk om te doen. Ik heb een hele leuke ervaring meegemaakt, maar die vlog staat namelijk ook online. Dus daar moet je maar eens op kijken. Vraag 2. Naar welk badplaats gingen jullie samen met mama elk jaar op vakantie? Dat was namelijk Blankenbergen. Hoe heet mijn petekindje? Die heet Enzo. Hij is trouwens genoemd naar Enzo Knol. Omdat ik een grote fan is van Enzo. Welk liedje is mama haar lievelingsliedje? Dat is K3 met Kumahe. Dat is trouwens ook gedraaid op de begrafenis. Maar ook het liedje Udo, ik mis je zo. Maar het is wel K3 en Kumahe. Hoe oud ben ik? Daar ben ik heel benieuwd naar wat jullie hebben geantwoord. Maar ik ben 29 jaar. Dan heb je de volgende vraag. Welk werk deden mijn grootouders? Mijn grootouders werkten namelijk op de markt en waren marktkramers en had ook een winkeltje met textiel. Hoe heten we op TikTok? Officieel, Bolstar officieel. Dus ik herhaal Bolstar officieel. Welke buitenlandse tv-gezicht staat mijn mama in de vlogs op de tele? Allee, gezien. Dat is 2, Storm der Lieben. En volgende week zijn we weer met een nieuwe quiz. Doe alvast een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Druk op het belletje en dan zien we elkaar morgen om 9 uur weer terug. Hopelijk hebben jullie alles juist. Tot ziens!